Welkom bij Flowscast, de podcast van online nieuwsplatform Flows. In deze aflevering praat Julie de Smet met haveneconoom aan de Universiteit Antwerpen, Thierry van Elslander. Welkom allemaal in een nieuwe aflevering van Flowscast. Sinds de oorlog tussen Israël en de Palestijnse beweging Hamas vallen Houthi-militanten koopvaardijschepen in de Rode Zee aan. Ook schepen die geen banden hebben met Israël worden bestookt met drones en of raketten. Dit brengt niet alleen de bemanning in gevaar, ja, het is natuurlijk ook van bedreiging. Het heeft een economische impact op ons land. Zo lag de productie bij Volvo Cars in Gent een drietal dagen stil. En steeds meer grote rederijen, ja, die proberen de Rode Zee te vermijden en die varen om via Kaap de Goede Hoop. Ook dat brengt natuurlijk extra kosten met zich mee. We praten erover met haveneconoom aan de Universiteit Antwerpen, Thierry van Elslander. Thierry, welkom. Dank. Thierry, ja, de aanvallen van de Houthis die zorgen voor een hele grote ontregeling van de internationale vaarroute via het Suezkanaal. Dat is natuurlijk een scheepsroute die van groot belang is voor de containervaart tussen Azië en Europa. Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat het buiten kijf staat, hè, dat de Rode Zee-crisis de wereldhandel raakt. Zeker en vast. Zoals u zegt, is een heel belangrijke handelsroute. Ongeveer 12% van de goederenstromen wereldwijd passeren door dat Suezkanaal, van de maritieme stromen. En wat ons betreft is onze verbinding met Azië, dus alles wat wij uit China en omliggende landen daar importeren, maar ook omgekeerd export naar Ginder, die daarvan gaat 90% door dat kanaal vandaag. Dus de impact is heel groot als zo'n kanaal natuurlijk wordt getroffen. En zeker als je moet gaan rondvaren, wat extra kosten met zich meebrengt. Ja, heeft u ook een zicht op de dalende trafieken via het Suezkanaal? Net vorige week, in vorige week cijfers gelezen nog, die spreken van 45% daling van de trafiek toch. Dus wel substantieel en zoals ook te verwachten was, eens dat daar onzekerheid ontstaat, dan gaan rederijen letterlijk het zekere voor het onzekere nemen en gaan beginnen rondvaren natuurlijk. Ja, nu natuurlijk, rederijen die steeds meer nu langs Kaap de Goede Hoop varen, dat duurt niet alleen langer, ze moeten natuurlijk ook meer bunkeren. Dat brengt extra kosten met zich mee, kosten die zich doorvertalen naar de klant. Hoe ervaart u eigenlijk de gevolgen van de Rode Zee-crisis? Wie is hier eigenlijk de grote dupe in het verhaal? Ja. Ik denk dat eigenlijk alle spelers in de supply chains vandaag de dupe zijn. Dat is ook de reden dat het kanaal ook ooit gebouwd is, omdat het die handel veel gemakkelijker maakt. En gemakkelijker betekent in eerste plaats ook goedkoper maakt. En dat geldt inderdaad voor de rederij die korter kan varen, die daardoor inderdaad brandstof kost, maar ook loonkost enzovoort gaat uitsparen. Dat geldt evengoed voor de verlader die uiteindelijk de rekening zal moeten betalen natuurlijk, ergens op het einde van de rit of van de vaart in dit geval. En het geldt eigenlijk zelfs voor het klimaat, die we niet altijd mee bekijken, maar dat rondvaren veroorzaakt natuurlijk ook veel extra uitstoot, die in een tijd als vandaag met heel wat klimaataandacht en met toch ook doelen die zijn opgelegd aan de scheepvaart, toch ook weer een heel nadelige situatie. Mm-hmm. Ja, de rederijen kiezen het zekere voor het onzekere. Denkt u dat het een omvaart langs Kaap de Goede Hoop, dat dat het nieuwe normaal zal worden met verloop van tijd? Dat verwacht ik niet, tenzij het geopolitieke echt heel lastig blijft en misschien nog escaleert en ontploft in het Midden-Oosten. Maar nog eens, deze reden dat het kanaal ooit gebouwd geweest is, omdat men de route heel sterk kon inkorten. Je spreekt uiteindelijk van 10 tot 12 dagen inkorting in tijd door via het Suezkanaal te varen en niet te hoeven rondvaren. Dus dat heeft heel veel voordelen. Dus ik zie als de situatie zich enigszins zou normaliseren in het Midden-Oosten terug, in die regio, dat we toch snel weer veel meer gebruik van het Suezkanaal gaan zien. En wat heeft dat dan eigenlijk als grootste voordeel eigenlijk? Want is het nu alleen maar een nadeel dat die nieuwe route wordt gevolgd?
Ja, het is de best mogelijke alternatieve oplossing vandaag, maar daarom is het geen goede situatie. Als men het kanaal zou kunnen gebruiken, heeft dat absolute voorkeur bij alle betrokken partijen. Oké, als rederij betaal je een beetje kanaalrechten natuurlijk, maar dat weegt zeker niet op, of dat wordt overgecompenseerd door de besparing die je maakt door minder brandstofkost, minder loonkost enzovoort te hebben door te moeten gaan rondvaren. Dat is de afweging die rederijen maken en die bij gevolg ook de eindklant die de rekening zal moeten betalen gaat maken. Ja. Sta jij ook in contact met verladers? Wat leeft daar zoal? Rederijen die ja. Wel, voeren toch wel forse toestellingen in. Ja. Hoe wordt dat zoal in de markt ontvangen? Ja, wel niet goed. Nu, niemand zal gelukkig zijn als de prijs om welke reden dan ook omhoog gaat, natuurlijk, neem ik aan. De vraag is dat de schuld van de rederijen? Ik bedoel, wordt daar meer bij gevraagd aan toeslag dan wat eigenlijk de extra kost is voor de rederijen zelf? We hebben dan zelf eens gekeken naar wat berekeningen, wat de extra kost is van rondvaren bijvoorbeeld, en wat daarvoor extra in rekening zou moeten worden gebracht. En dan merk je toch dat een aantal rederijen blijkbaar, als ik zo de verladers hoor en wat zij extra moeten gaan betalen, blijkbaar toch nogal boven die echte, die werkelijke kosten gaan. Dus dan kom je in een situatie waarin blijkbaar, denk ik, vrees ik, deze situatie wordt gebruikt, slash misbruikt, om toch extra winst te gaan maken of het verlies te gaan beperken, zoals je het wil uitdrukken. En toch meer te gaan vragen voor dit onheil dan wat eigenlijk de echte kost is die men ervaart. Ik hoor vooral dat er een gebrek aan transparantie is. Is dat het grootste probleem, denk je? Dat lijkt er wel te zijn in een aantal gevallen. Ja. Dus ik hoor echt verladers die bedragen noemen waar dan één nieuw cijfer wordt gegeven van zoveel kost, dat is het nieuwe tarief dat u gaat betalen. Zeker als je dan op spotmarkten gaat kijken, waar men tarieven snel kan aanpassen natuurlijk. En die liggen toch wel ver boven de extra kosten, waar wij ook nog maar met ruwe berekeningen zelfs bij uitkomen. Dus zelfs met een marge erop blijken zij er nog behoorlijk boven te gaan. Hoe lang kunnen rederijen dit blijven doen? Die kosten die moeten betaald worden als je product wil ontvangen natuurlijk. Ja. Een verlader kan toch zoiets niet blijven betalen, of wel? Wel, dat is inderdaad een concurrentieprobleem, ook naar verladers die hier zitten, maar ook voor de consument. Goed, als wij als consument kunnen allemaal elders beginnen consumeren, maar er zijn niet zoveel alternatieven. We hebben ons heel sterk afhankelijk gemaakt voor productie van China, dus uiteindelijk zal het in veel gevallen van China nog moeten blijven komen en dat zal nog een heel aantal jaar zo zijn, zelfs met alle nearshoring enzovoort, waar we nu over spreken. Anderzijds, voor de export, dan moet je andere markten gaan zoeken. Want je wordt inderdaad als land minder concurrentieel. Als je moet gaan rondvaren, dan gaat dat extra kosten. Dat betekent dat je in de concurrentiestrijd ietsje minder aantrekkelijker gaat worden als exporteur. Ja. Tijdens COVID-19 werd er ook al gesproken over nearshoring, dat wel een goed alternatief zou zijn. Mm-hmm. Is daar uiteindelijk iets van in huis gekomen? Wel, toch wel. We zien dat heel wat bedrijven ten eerste zijn gaan denken echt erover, voor het eerst in de geschiedenis. Dus eerst voor de eerste keer de omgekeerde beweging van 30 jaar geleden zijn gaan maken om zaken dichter bij huis terug gaan produceren. In veel gevallen is dat niet volledig zo doorgeduwd, maar je ziet wel dat de meeste bedrijven nu voorraden althans spreiden op meerdere locaties gaan aanhouden. En dat zelfs voor een deel soms productie ook is teruggekeerd. Nooit volledig, maar dat men zeker een stuk productie iets wat dichter bij huis heeft gebracht. Omdat men merkt dat er een opeenvolging is duidelijk van verstorende factoren. We hebben inderdaad COVID gehad met de sluiting van havens aan weerskanten van die keten. We hebben Evergiven gehad intussen. We hebben nu dit. Wat zal het volgende zijn? Dus je voelt wel dat verladers ook proberen zich daarvoor toch klaar te maken. Men voelt ook globaal dat die idee van globalisering toch niet meer helemaal is wat ze 10 jaar geleden was. Dat de geopolitiek ook anders is. Dus men wapent zich wel daartegen. Ja, de Rode Zee-crisis, kan ik zeggen dat het een gevoelige tik is voor de wereldeconomie of intussen toch wel een stevige tik? Het is een stevige tik. Eens dat je 45% van de stromen tussen Azië en Europa gaat beïnvloeden, gaat doen rondvaren, 10 dagen langer, dan is dat toch een stevige tik, mogen we zeggen. Te meer omdat eigenlijk het probleem moeilijk te vatten en in te schatten is. De vraag is vooral hoe lang gaat dit duren en die is eigenlijk niet te beantwoorden. Met de Evergiven wisten we van goed, oké, dit is een kwestie van dagen.
En dan voor de vertraging in de keten van hooguit weken, niet langer. Met dit probleem weten we het niet. We weten waar het begonnen is, we weten niet wanneer het zal stoppen. Ja, het is een geopolitiek probleem, het overstijgt het puur nautische, het maritieme. En dus is het ja, vanuit maritiem oogpunt, vanuit logistiek oogpunt eigenlijk onvoorspelbaar nu. Hoe ervaart u de sfeer in, ja, in de universiteitskringen, zeg maar? Wordt er lustig over gesproken? Is het iets waar toch de meeste professoren een beetje toch hun hart voor vasthouden? Het is toch wel echt een hele agressieve crisis. Klopt. Ik denk wel dat we een beetje ons hart vasthouden, omdat we al in een economisch klimaat zitten die te gunstig was, waar de wereldeconomie aan het achteruitgaan was, waar de stromen verminderd waren, waar ook rederijen weer veel lagere tarieven hanteerden of konden hanteren dan wat vlak na de COVID-crisis het geval is geweest. Dus die goede tijden zijn alweer weg. En als dit er bovenop komt, is het zeker niet goed. Ten meer omdat het een geopolitiek probleem is. Dus de vlam kan in de pan slaan en het probleem kan nog veel erger worden dan wat het nu is. En dus daar, ja, we zien daar vandaag het einde niet van. Je merkt ook dat waar vroeger Amerika als de grote heersende wereldorde, zeg maar, de zaken weer snel op orde kon zetten, is dat vandaag ook anders, ook in die regio. Integendeel, er wordt ook tegen Amerika gereageerd, onder andere door wat daar nu aan het gebeuren is. Dus dat maakt het alles behalve evident en heel onvoorspelbaar. Dus toch wel enige bezorgdheid wat dat betreft. Mm-hmm. Ja, er zijn ook heel veel Amerikaanse schepen, Britse schepen, die worden aangevallen. Het lijkt alsof de Houthis eigenlijk alles aanvallen wat daar beweegt. Zeer onvoorspelbaar en daarom ook zeer gevaarlijk. Dat denk ik wel. Ja, je merkt ook, men spreekt van rebellengroep, maar uiteindelijk is het een terreurgroep. Als je ziet, als je een achtergrond bekijkt, dan is daar nog weinig rebels aan, maar is het vooral een alternatieve macht die Jemen heeft, of een groot stuk van Jemen heeft overgenomen. En dat is een politiek, geopolitiek probleem. En inderdaad, men dreigt vandaag niet alleen meer schepen die zogezegd gelinkt zijn aan Israël aan te vallen. Men zegt nu ook Verenigd Koninkrijk, Amerika. Maar goed, hoe ver gaat dat allemaal? Ook hier bij ons in Vlaanderen zit heel wat Amerikaans kapitaal, zit Israëlisch kapitaal. Dus je kunt er heel ver in gaan natuurlijk. En dan dreig je uiteindelijk iedereen bijna aan te vallen. Of iedereen dreigt bijna slachtoffer te kunnen worden. En dan wordt die onzekerheid heel groot op die verbinding. En de wereldhandel heeft niks minder graag dan onzekerheid. Dat is hetgene waarmee alles staat of valt in wereldhandel. Dus dat is heel problematisch. Ja, en ze gaan zeer georganiseerd ook te werk. Hè. Zoals u zei, het zijn al geen rebellen meer. Het zijn echt militanten. Ze weten heel goed wat ze doen. Mm-hmm. Heeft u ook een zicht op welke type schepen vooral het doelwit zijn? Of ja, schepen die misschien ja, toch ja, minder daar zijn gaan varen? Ik zeg maar iets minder containerschepen. Ziet u dat bijvoorbeeld tankerrederijen daar wel nog eerder die route uitkiezen om... We hebben vandaag alle rederijen, of het nu uit de containervaart is of de bulkvaart of andere trafieken, dat die allemaal ja, heel bezorgd en heel goed uitkijken. Ja. Dat je eigenlijk weinig verschil ziet, want je merkt ook in welke schepen worden getroffen. Ja, iedereen tegenwoordig kan worden getroffen. Niemand lijkt nog veilig te zijn, of je nu met containers vaart, of je nu strikt aan Israël bent geringd of niet. Lijkt allemaal niet meer zoveel uit te maken. Dus ik denk dat het voor iedereen een groot zorgenkind is. En dat iedereen met een bang hart kijkt hoe dit zal eindigen en wie dit zal oplossen ook en hoe het zal worden opgelost. Ja, ja, het is ook zo dat, ja, dat wij ook als België een Belgisch fregat hebben uitgestuurd hè, in de strijd tegen de Houthis. Mm-hmm. Ja, denkt u dat dat een verschil zal maken om de koopvaardij beter te beschermen? Wel, ik denk dat de actie die wordt ondernomen om althans te proberen tegengewicht te bieden, militair dan ook, van op zee, en proberen onder andere raketten die worden afgevuurd om die onschadelijk te maken, dat ja, de eerste zaak is de noodzakelijke zaak, is om een beetje stabiliteit of een gevoel van stabiliteit ook daar te gaan creëren. Nu, je weet dat zo'n schild nooit waterdicht gaat zijn, dat er altijd wel raketten gaan doorglippen. En ja, eigenlijk geldt de regel, zolang dat raketten worden afgeschoten, blijft het heel onstabiel, blijft het onzeker en dus een risico dat verladers, maar ook rederijen, ook andere partijen in die keten zeker niet graag zien. Ja?
Je gaat zelfs met heel veel schepen, heel veel oorlogsschepen, het net nooit waterdicht kunnen maken. En dat is een probleem, want dan ja, is er een risico en je weet dat elk risico zich gaat vertalen in kosten. Het zij van hogere verzekeringsdekkingen, het zij van hogere toeslagen. Maltien heb ik intussen ook al gehoord. Soms wel, ja. Het zij inderdaad dat men het alternatief gaat zoeken van rondvaren, wat dan ook weer een grote extra kost met zich meebrengt. Ja. Dus, je kan je ook moeilijk beschermen natuurlijk tegen raketten, lijkt me. Dan moet je al defensiemateriaal aan boord installeren. Ja, dan moet je inderdaad heel goed uitgeruste schepen hebben. Ook inneemt natuurlijk. Ja, voldoende schepen ook hebben. Dus het gaat echt om militaire schepen dan, die daar eigenlijk de dienst kunnen gaan verzekeren. Want militair aan boord van de gewone schepen, de koopvaardijschepen sturen, heeft eigenlijk weinig zin, omdat je natuurlijk van op afstand wordt beschoten met raketten. Dus je moet echt met gespecialiseerd materiaal dat gaan doen. Maar dat maakt dat het om op zo'n oppervlakte te gaan doen heel moeilijk is. En als je ziet ook waar overal wordt geschoten nu, welke richtingen het uitgaat, dan is het gebied zo breed dat je dat eigenlijk niet kunt afdekken. Dus, men moet het doen, men moet ook het signaal geven dat men actie onderneemt, maar je weet dat dit nooit sluitend gaat zijn. Ja. Welke kansen biedt dit mogelijk voor het spoor? Wel, men was al aan het kijken, we hadden ervoor al het Chinese Belt and Road initiatief, dat eigenlijk onder meer vanuit Azië richting Europa spoorvervoer aanbood. Elke situatie die het alternatief scheepvaart minder interessant maakt, speelt een beetje in de kaart natuurlijk van dat spoorvervoer dan. Dus dat betekent dat op dit moment weer de nieuwe verbinding, of die verbinding die er al was, maar die nu door meer spelers wordt gebruikt, dat die interessanter aan het worden is. Ja. We hebben recent nog gehoord dat ook Essers nu zich op die markt gaat gooien om die verbinding ook actief te gaan aanbieden aan zijn klanten. Dat is interessant voor het spoor. Het spoor heeft het voordeel dat je veel sneller kunt gaan, dat je in principe op 15 dagen vanuit Azië, vanuit China in Europa staat, dus ongeveer de helft van de tijd die je nodig hebt dan met het schip. Anderzijds is er niks goedkoper dan met een schip gaan varen, als je het per ton of per container gaat uitrekenen. En de twee heffen elkaar een beetje op. Laat ons zeggen dat het spoor, zeker vanuit het westen van China, een optie is die minstens even interessant is als de scheepvaartoplossing. Van zodra je meer in het binnenland van China zit, en zeker aan de kust, dan is toch die scheepvaart merkelijk goedkoper dan die spooroplossing. Tenzij natuurlijk dit soort zaken er echt massaal en op langere termijn gaat tussenkomen en voor zoveel extra kosten gaat zorgen dat het spoor toch de veilige optie dan wordt. Nu, ook daar zit je met dat spoor, moet je toch wel door een aantal gebieden rijden, een aantal landen die ook wat minder stabiel zijn geworden als je heel die regio gaat bekijken. Dus ook dat is niet een super vanzelfsprekende oplossing. Ja, en ook het volume natuurlijk kan nooit zo hoog zijn. Nee, spoor is natuurlijk in zijn capaciteit heel sterk beperkt. Maritiem op zee heb je eigenlijk weinig beperkingen. De enige beperking is wat de havens kunnen verwerken. Maar goed, er is voldoende capaciteit met de verschillende havens samen om heel veel trafiek aan te kunnen. Dus qua capaciteit kan het spoor nooit tippen aan het maritiem vervoer. Wat je wel zou kunnen zien is dat vooral de hoogwaardige lading die juist die kortere doorlooptijden wil, dat die sneller op dat spoor gaat overschakelen. Dus minder op die diepzee-oplossing gaat werken. Zullen we dat ook zien in onze haven? Dat er meer lading via het spoor Port of Antwerp Rouge binnenrijdt? Ja, je kunt daar een lichte verschuiving zien. Nog eens, dat gaan geen supergrote volumes zijn die gaan verschuiven. Het zal misschien vooral de hoogwaardige lading zijn, dus de lading die het ook kan betalen om van dat spoor gebruik te maken. Die gaan mogelijk zo overschakelen daarnaar. Maar ik verwacht geen gigantische verschuiving richting het spoor, eerlijk gezegd. Dus in het algemeen, welke impact verwacht u dat de Rode Zee-crisis zal hebben voor Port of Antwerp Bruges? Ja, wel, ik wou dat ik een beetje een glazen bol had. Ik zou dat heel vaak willen. Dan zou ik ongetwijfeld heel rijk zijn waarschijnlijk daarmee. Maar dat hebben we niet, voor alle duidelijkheid. Dus het is een beetje koffiedik kijken. Nog eens, het is een geopolitiek probleem, een maatschappelijk probleem ook. Hoe lang gaat dit duren? Niemand weet het. Zelfs de Houthi zelf weten het niet, neem ik aan. Het hangt samen met Palestina, maar intussen waarschijnlijk met veel meer dan Palestina. Want eens dat zo'n rebellen / terreurgroep de smaak te pakken heeft en partijen kan afdreigen tegen geld, dan is er de smaak naar meer waarschijnlijk. Dus wat gaat het volgende zijn? Moeilijk te voorspellen. Feit is dat we er niet vanaf zijn, duidelijk nog. En dat het nog een hele tijd voor onzekerheid zal zorgen waarschijnlijk.
hoe denkt u, ja, natuurlijk, dat is een hele moeilijke vraag, maar hoe denkt u dat de Houthi-militanten te stoppen zijn? Oh, in C heeft heel veel met ontwikkeling te maken, denk ik. Hoe zie je dat terreurgroepen, zeker in die regio, ook in Afrika trouwens, dat die groeien in belang omdat mensen kunnen worden gerecruiteerd, omdat ze geen alternatief meer zien. Ja, dus voor mij begint heel veel met ontwikkeling. Ja, als mensen niet arm zijn of het gevoel hebben dat ze kunnen overleven, dan gaan ze niet zo snel het risico nemen om aan terreurgroepen zich te gaan vasthechten. Dus vooral uitzichtloosheid is daar een van de problemen. Dus ik denk, met nog meer raketten afvuren in de omgekeerde richting gaan we het niet oplossen. We gaan echt naar een maatschappelijke oplossing moeten. Echt het vaarwater uit handen nemen van die terreurgroepen en ervoor zorgen dat ze minder leden kunnen recruteren, ja, en zo minder activiteiten kunnen hebben, dat eigenlijk ook minder nood is aan hun terreuractiviteiten. Dat is op lange termijn de enige oplossing. Het is geen gemakkelijke, ook omdat het wat dat betreft vandaag op meerdere regio's in de wereld brandt. We zien in Afrika een omgekeerde beweging, daar wil men van het Westen af en keert men zich richting dat soort terreurgroepen, dus dat is niet goed natuurlijk. Dus er is veel werk aan de winkel wat dat betreft. Ja, oké. Hartelijk bedankt voor uw inzichten en uw komst naar onze studio. Graag gedaan. U luisterde naar Flowscast, de podcast van online nieuwsplatform Flows. Deze aflevering kan u herbeluisteren op Spotify, herbekijken op YouTube of herlezen op flows.be.